Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Ted Verdonkschot is de tegenstander van vandaag. Leuk om hem weer terug te zien in Haarlem. 10 minuutjes rijden voor Verdonkschot en dan is hij bij zijn werkgever. Die gelijk dus al met fakkels begonnen te zwaaien. En HHC kan dat natuurlijk ook. Die had ook wat rook meegenomen. De sfeer zat erin. En de eerste mogelijkheid in de wedstrijd komt er al binnen een minuut voor Shkodran Metaj. Zes punten uit de laatste twee wedstrijden. Dat klinkt wel even lekker, hè? Maar het zou zo mooi zijn als het er 9 uit 3 werden. Goeie redding van Sander Danes. En zij vonden het koud. Want dat was het ook. Het was ijskoud. Kramer laat zich van de bal zitten. En dan zou er de mogelijkheid kunnen ontstaan. Aardig geschoten. Hooiveld, ja. Veldmaten was het trouwens die vastgepakt werd. En de vrije trap dus voor Werkman. Maar die doet er niet mee wat Wigger er vorige week wel mee deed. Opnieuw HFC. Poe. Dit zijn kansen. Metaj. Manhutu. Sliding. En die grijpt naar zijn knie. En schreeuwt het uit van de pijn. Metaj ziet het ook. Dit ziet er heel naar uit. Knie wordt dik. En Manhutu wordt van het veld gedragen. En zoals het er nu uitziet, is zijn achterste kruisband gescheurd. Die is dus voorlopig uit de roulatie. Laten we hopen dat hij heel snel weer opknapt. Hooiveld. Kramer. De jongen. En dan het schot van Kobus misschien. Oeh, aardig gedaan. Geurts. Lag veel ruimte bij hem. Veel ruimte aan die rechterkant. Kon iedere keer ver opkomen. En dit is een aardige kans, zeg. Voor Mark Veldmaten. Die naar de kapper is geweest. Gelukkig nieuw haar, zeggen ze dan. Pim de jongen. En Hooiveld! Oh, dat had te moeten zijn! Wat een kans voor Jan Hooiveld! Hij raakte hem wel hard, maar schoot vooral heel hard op de doelman. Duelletje daar. En dan... Ja, bal op de stip. Oh! Ja, domme overtreding van Metaj. Die krijgt daar ook geel voor. In de herhaling zien we het opnieuw. En het valt allemaal wel mee hoor. Want eigenlijk is er ook niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, genoeg om hem op de stip te leggen. Terechte beslissing. En Metaj ligt zijn wonden. En HFC dus op voorsprong. En hij is dus blij. Tetje. En hij is niet blij. Gert-Jan Karsten. Wordt dit zijn eerste nederlaag? Mark Veldmaten. En dan zien we Pim de Jonge onderin liggen. Die heeft een klap gehad. En Heerkes ziet dat ook. En de scheidsrechter geeft een gele kaart. En dat betekent douchen. Want twee keer geel is rood.
En dus moet hij even zijn team herpositioneren. Zodat HHC er niet alsnog overheen gaat. Goeie kopkans voor Koos Werkman. Maar HHC was iedere keer wel gevaarlijk en wel dreigend. Maar het was het iedere keer net niet. Soms heb je gewoon zo'n dag. Dan wil het gewoon net niet. Metai, gaat hij zijn fout misschien goed maken? Dat zou wel heel mooi zijn voor hem. Net niet. En zo verliest HHC dus in Haarlem. Ted Verdonkschot is de winnaar. Hij wint met 1-0 van HHC. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.